Hallo, welkom op de webshop van minivillage.nl. Ik ben Joop Essers en ik hou me bezig met het bouwen van huisjes. 1 op 32 ongeveer, die schaal. Dat is dezelfde schaal zo'n beetje als de huisjes van Lemax en Department. Dit is een replica van een Department huisje. Maar we maken natuurlijk ook helemaal eigen ideeën. Er zit ook verlichting in. Dat is wel handig, al kun je dat nu wat minder goed zien door de raampjes heen. Met de tekening erop. Deze hebben we. We hebben er een heleboel. Daarvoor moet je even kijken op onze website. Even wat andere erbij pakken. Nou, hier hebben we er één en die gaan we ook in deze workshop maken vandaag. Je kunt het goed zien, hoop ik zo. Ook hier zit uiteraard weer licht in. Stekkertje erin. Dit is de voorkant met een enorme schoorsteen. De achterkant, de zijkant. De andere zijkant. En ook de achterkant. Het is een leien dak. En daar gaan we dan straks mee beginnen. Maak ook nog kleine huisjes, hele kleintjes. Dit soort voor de helft. Deze ben ik mee bezig. Ja, hier zit al wat begroeiing. Raampjes zitten er nu in. Nou, wordt het een kwestie van helemaal afwerken. En dan opschilderen. Deze kun je ophangen. Er zit ook een reepje klaar. Dat is een wens van mijn vrouw. En je ziet nou al eigenlijk wat er gebeurt. De huisjes worden eerst gemaakt van karton. Dan zien ze er zo uit. Dunne laag. Karton. Dus hobbykarton. Ik maak er een gat onderin. Daarmee kan ik het huisje makkelijk vasthouden. En daarna wordt hij gekleid. Daar gaan we dadelijk naar kijken. Hoe beginnen we? We beginnen altijd met een ontwerp, met een tekening. Als het een gewoon bestaand huis is of gewoon een fantasiehuis, dan is dit eigenlijk de opzet. Hier zie je eigenlijk de tekening van het huis waar we mee bezig gaan. Dream Cottage heb ik hem genoemd. Zo ongeveer had ik het in mijn hoofd zitten. Dan ga ik een plattegrond of een werktekening maken. Hierop kun je dus goed zien ware grootte, alles wat je vanuit het karton moet knippen of snijden, de raampjes eruit moet snijden en zo. Dus de ondergrond, die maken we altijd van wat dikker karton, het kleine dakje en ook nog de ornamenten die hier op de rand zitten, zie je? De boeien. Als we daarmee gaan beginnen, ik zal hem hier neerzetten, dan hebben we hem steeds een beetje in beeld, de voorkant. Dan heb ik hier een kartonnen huis. Ik heb er al een deel van gemaakt, want je kunt het huis, het dak bijvoorbeeld maken van en pannetjes en stro of riet. Ja? Dat is allemaal maar wat je leuk vindt. Hier is al een gedeelte gedaan van de schoorsteen. Dan gaan we straks dus het volgende doen. En hier zit het eerste raam erin. We hebben wat ruimer gemaakt. Nou, hier zit het, hè. Goed, we gaan een begin maken. Even voor alle duidelijkheid, ik gebruik verschillende kleisoorten. Het meeste gebruik ik deze. De Crea is eigenlijk het makkelijkste om mee te werken. Het is gewoon een heel erg goede klei. Hij krimpt wel een heel klein beetje, daar moet je wel rekening mee houden. Dat je na de hand, als het huisje droog is, hè, een dag later, even de naadjes weer gaat wegwerken. hij hecht goed. Het is makkelijk te gebruiken, je hoeft niet lang te kneden, het is eigenlijk zo gebruikbaar. Voor de ramen gebruik ik sinds kort deze klei. Dat is Lartista Deluxe. Het is ietsje duurder, maar deze Crea moet je rekenen in de prijs van 4,5 euro. Terwijl deze ongeveer op 7 euro zit in die buurt.
Maar daar kun je heel wat ramen mee maken als je wil. Ook andere dingen. En als je kijkt naar de verpakking, kun je bloemen maken met deze klei. Je moet er wel mee leren werken. Maar dat gaan we ook nog allemaal doen. Klei weg, zo. Daar komt het huis. En hier komt de klei. En dan moet ik even de camera bewegen. Want die staat op mijn matje. Zo. Ik denk dat ik het nog iets naar voren moet halen. Dan kunnen we het beter bekijken. Goed. Dit is de klei die ik ga gebruiken. En de opzet is dat ik nu eerst eens eventjes een stukje van een zijkant doe. Ik heb hier ook al iets gedaan. Ik weet niet of ik het goed hou, maar even wennen aan beeld zo. We hebben hier stukwerk gemaakt en we hebben hier keien, keistenen gemaakt. Dus een beetje natuursteen. Al. Gewoon om het idee te geven wat je ermee kan doen. Ik ga straks ook wel stukjes voordoen. En het stukwerk heb ik van onderen zo doorgetrokken. Meer hebben we nog niet gedaan hoor. Goed, ik neem een beetje klei in de hand voor, laten we zeggen, dit gedeelte. Dat zal ongeveer, dit is wel genoeg. Ik doe de klei gelijk weer terug die je niet gebruikt, want het droogt ook uit. En dan heb je er niet veel meer aan. Nou, wat ik doe is even een paar keer zo en dan ga ik hem pletten. Altijd zorgen dat de boel een klein beetje vochtig is, dan rolt het makkelijker. Nou, even uitrollen met een kleiroller. Maar daar zijn ook wel andere dingen voor. Dit is wel echt handig, want het is gelijk eigenlijk weer schoon. En dat moet je ook hebben, gelijk eigenlijk weer afvegen. Nou, dan ga ik beginnen met een... er staat geen nummer op, een spatel, maar ik gebruik deze om... vaak om de boel te snijden. Ik maak even een klein beetje nat. En dan dump ik hem al nog even in een, dat even laten zien, in een oude handdoek. Nou, dan ga ik de grootte schatten. Dit is, zal de hoogte ongeveer zijn. En de onderkant maak ik ook maar alvast recht. En deze zijkant maak ik ook even recht. En dan zal ik dit stuk gaan doen. Nou, hoe zal dat lopen? Ongeveer vanuit een... dakpunt moet er nog wat in, hè? Zo. Kleintje, zo. Dat scheelt een hoop werk. Nou, je ziet, ik heb duidelijk te veel, maar dat geeft niet, want dat kunnen we altijd weer gebruiken, hè? Dat is het voordeel van klei. Even weer in een klontje. Zo. Ga ik het erop aanbrengen, dan breng ik een klein beetje vocht op. Doe niet te veel, want dan krimpt het allemaal heel erg hard. Dan leg ik hem erop, zo. Nou, stond nog iets te kort, maar dat geeft niet. Dat vullen we zo weer aan. De camera ietsje anders zetten. Ietsje hoger. Zo, denk ik. Wat ik nu ga doen is met een vochtige vinger eerst even aandrukken. Dat het erop zit. Goed ook in de naadjes. Zo, en nu ga ik met deze, ga ik hier even het overtollige wegsnijden. Zo. Die zet ik al gelijk hier onderin, want die hebben we daar nodig. Deze vullen we ook weer op. En wat we hier over hebben, dat was ook een beetje de opzet, het is die kan gelijk de onderkant van de dakrand meenemen. Zie je? Snijden we ook weer het overtollige van af, dat doen we dus zo. Kan allemaal met één spatel. En wat we over hebben, prop ik maar weer even hierin, want hier kwam ik al tekort. Dan zul je zeggen van ja, maar er zat ook een raam, dat weten we. Daar gaan we zeker wat mee doen, want die moeten natuurlijk uit. Nou, we gaan de zijkant gaan we ook weer bijsnijden.
Zo. Beetje netjes afwerken. Kun je vaak met je duim en je wijsvinger doen. Krijg je een mooie strakke hoek. Voilà. Even de bril erbij opzetten. Dan gaat het allemaal wat beter om te zien. Nou vind ik hier in de hoek, weet ik niet meer waar het staat. Ik heb alleen maar één fotootje ontdekt op internet van het echte huis. Dat heeft ook allemaal gewoon stukwerk. En daardoor komen de details beter uit. Dat doe ik heel simpel. Ik neem een oude balpen. En ik begin met overal heel licht aan te drukken. Die is een beetje te nat. Heel licht aan te drukken en dan krijg je dit. Ik zal het laten zien op deze manier. Dus niet echt doordrukken. Het hoeft niet te overdadig. Het is alleen maar dat hij wat heeft. We zullen het wandje even netjes afmaken. Dat is één manier. En dan kun je met een klein mesje, zoals dit, kun je dus kleine streepjes erin zetten. Zie je? Op de plekken die open zijn. Verschillende richtingen zoeken steeds. Dat kan. Je kunt het ook anders doen. En dat ga ik ook even laten zien. En daarvoor werk ik dit even weg. Voor het grootste gedeelte. En dat is een borsteltje. Je kan een staalborstel gebruiken. En dan moeten we even zoeken tussen al mijn spulletjes. Waar is mijn borsteltje? Niemand de deur uit. Hier is mijn borsteltje. Dat is zo'n ijzerborsteltje. Die vind je weer bij setjes met ook weer met spateltjes. Maar je kunt het ook zelf doen. En nou is het de kwestie van, kijk. Dan ga ik hier beginnen. Dan krijg je een mooie stuk muur. Aan de kantjes. Zo geleidelijk aan komt hij er wel. Stukje klei. Die kant. Dan zullen we heel even met het borsteltje de boel weer bijwerken. Want we hebben natuurlijk wel een beetje zitten rommelen. Dat is het. Dan gaan we naar deze kant. Dus je ziet, het klei werkt best wel handig en makkelijk hoor. Je moet het even onder de knie hebben, maar dan heb je... Zo. En het laatste stukje. Klein beetje nog te bovenop, er zit al te weinig. Zo.
Het is een werkje waar, als je het een beetje mooi wil maken, een beetje mooi afgewerkt ook wilt hebben, waar je wel geduld voor moet hebben. Je moet echt de tijd, maar je kan het ook zo tijd voor nemen, maar je kan het ook zo weer wegzetten en weer doorgaan als je weer wat zin hebt. Nu ga ik met platte spatels, deze, je wel proberen een klein beetje schoon te houden. Die heb je in verschillende maten. Dacht ik een stuk of zes. Ooit eens een keer gezien en meegenomen. Maar ja, als je goed kijkt, zeg je van ja, het zijn eigenlijk uiteindes een beetje ook van schroevendraaiers. Dus dat kun je ook doen. En als je toevallig ook nog een slijpmachientje hebt, dan kun je er ook nog zo'n snijkantje aan maken. Nou, ik begin met de breedste. In dit geval. En dan gaan we de schoorsteen verder vormen. En dat doe ik eigenlijk door deze erin te brengen. Maar niet eerder dan dat ik ook met datzelfde ding, deze, hier en daar gewoon stukjes klei heb gepakt en die hier aan heb gemaakt, waardoor er wat verhogingjes tussendoor ontstaan. Misschien beter even neerleggen. Kijk, zo. Ik pik hem straks zo mee. Anders zou het een hele gladde schoorsteen worden en dat is het niet. Zo. Nou, dan kun je met je vinger kun je dat een beetje aandrukken. Dat gebeurt straks vanzelf wel. Vorm en hoe het ligt is niet zo heel belangrijk. We gaan het allemaal met die spatel doen. Dat doen we ook aan de achterkant. Mag dus ruwer worden dan dat je het eerst maakt, hè? Oké, klei aan de kant. We gaan hem weer opzoeken. Wat ik nu ga doen is het volgende. Ik ga nu proberen om met, ik hoop dat het zo te zien is, met deze overal gleufjes in te maken in het wilde weg. Hier is het even wat moeilijk, want hier zit nog een harde laag onder. Kijk, bij zo'n bultje. Wat opdrukken zo af en toe. Zie je? Ontstaat vanzelf. Niet dus alleen maar die grote gebruiken. Straks gaan we naar de wat kleinere. Nou, heb je lekker op robben doen ze zo. Hè? Nou, dan heb ik dus deze gedaan. Dan ga ik een kleinere pakken. Dat maakt hij wat kleiner. Die ga ik ook wat hier en daar wat schuin zetten. Dan heb ik nog de allerkleinste en daar ga ik de boel een beetje mee als het ware een vorm geven dat het een steen is. Dat mag schuin zijn, dat mag. Zo krijgt hij. Dan zo doen. Al wat vorm. We moeten wel met een schuurpapiertje weer overheen als het alles droog is. Want er zitten natuurlijk altijd van die puntjes klei aan die eruit blijven steken. Nou, als je daar redelijk tevreden over bent, dan zal je er waarschijnlijk nog wel een paar keer naartoe gaan. Kun je naar de binnenkant gaan, de zijkant. Dat zijn dus ook weer wat grotere eerst. Maken, want ik zie dat er toch nog wel wat zit. Alhoewel als het droog is, kun je het er zo afhalen. Even mijn vinger erin doen. Kan ook aan de buitenkant, binnenkant zitten, maar nee, het zit wel aan de buitenkant. Even ramen wassen. Zo.
Oké. Dan gaan we nu naar het dak. We hebben hier dus gekozen voor het maken van een rieten dak. Je ziet dat hier zo lopen. We gaan straks de rest van de nokpannen ook doen. Dan begint hij al wat vorm te krijgen zo. We moeten weer wat klei hebben, want dit is niet genoeg voor zo'n plaat. Dus ik pak even deze klei erbij. Dat is de laatste uit dit pak. We maken gewoon weer een nieuwe open. Zo, even kneden. Klein beetje. Neerleggen en dan gaan we weer uitrollen. Het zal niet genoeg zijn, denk ik. Maar we gaan kijken. Zo. Dan pakken we onze houten spatel weer. Snij hem eventjes weer een klein beetje in een... we komen naar de rij, denk ik. Zo. Beetje nat maken, klein beetje helpen. En deze mogen weer even bij elkaar. Zo. Ook het dak weer een klein beetje, heel klein beetje vocht gebruiken. Dat pakt hij gewoon makkelijker. We leggen hem er zo op. Nou, dat hebben we aardig uitgemeten. Maar ik laat hem wat zakken om hem gelijk aan de onderkant te kunnen zetten van het dak. Gewoon aanwrijven nu. En de onderkant van het dak bedoel ik mee deze rand. En die is ook een beetje lek. En die kun je straks ook weer netjes met de klei. Met een klein hiaantje in de klei. Dus dan probeer ik dat toch nog even weg te krijgen. Maar daar zien we straks niet veel meer van, denk ik. Goed, zoals je ziet heb ik hier in dit dak een soort decor aangebracht in de rietlagen. Dat gaan we bij deze ook doen. Ik doe dat gewoon op gevoel. Ik begin hier en ik zet dit neer. Deze zet ik zo neer en deze zo. Dan heb ik de randen gezet. Dat doe je gewoon op je gevoel. En dan ga ik in de randen met de spatel en dan ga ik de klei wat naar onderen drukken. En op die manier krijg je namelijk dat er een dieptewerking gaat komen. Nou, dan werk ik even netjes naar beneden toe. Zo vloeiend mogelijk uiteraard. Dat is één. Dan gaan we naar deze. Klei eraf. Het hout werkt eigenlijk het allerfijnste met klei. En deze. Nou hebben we drie aparte lagen. Zo. Dan ga ik met de spatel allerlei lijnen aanbrengen die suggereren dat het stro daar naar beneden wordt loopt. En dat mag best speels, dat hoeft helemaal niet zo door elkaar, maar ga niet te hard drukken, je moet juist een beetje licht houden. Het liefst wel hele lijnen, dus af en toe is voor de versiering een korte, maar wel proberen om veel uit van hele lijnen uit te werken. Sommige mensen vinden het mooier door het allemaal evenwijdig naar elkaar te... Dat mag ook. Moet iedereen zelf weten, hè? Weer langs die lijn heen.
een beetje puntjes die er zitten van het lijntje trekken. Van stro, even het riet maken. Een beetje weg te halen. En dan hebben we hem. Nou, schuurpapiertje eroverheen. En dan is dit dak klaar. De zijkanten kun je nog een klein beetje meenemen. Als het vrij dik is tenminste. Zo. Wat je wel in de gaten moet houden, is dat er natuurlijk wel kleine puntjes moeten komen. Op de plaatsen van de onderkant. Kun je met een mesje doen, maar je hebt er ook wel een spatel voor. Maar laten we een puntje pakken van deze. En dan aan de onderkant dan wat puntjes gaan zetten. Ik zal proberen om het deze te pakken. Deze is al hard. Onderkant van het stro. Hoeft niet, want je kunt natuurlijk ook zeggen van daar maak ik een houten balk van. Snap je? Goed. Dit was deze. En dan gaan we de nieuw pak openmaken. En dan gaan we de nokpannen maken. Even kijken waar een schaartje is. Wat klei en die klei die gaan we in een soort lijntje van maken. Ik denk van nou dat is wel genoeg. Moet ook niet te dik zijn natuurlijk, maar dat wijst zich wel uit. Die zetten we hierop. Kleien we gewoon naar buiten toe door. Nou, hier hebben we al iets, hè? Een beetje wat lijkt. Proberen we met de spatel het wat naar boven te drukken. En het wat vorm te geven. En dan trekken we een lijn. Aan deze kant, zo. Want deze kant is al hard, dus makkelijker verwijderen. Die draaien we om, dan doen we deze kant. Nou, dat kan er wel aan blijven, denk ik, want dat is precies lang genoeg. Zo. Goed, wat ik nu doe is eigenlijk een hele makkelijke manier. Is eigenlijk om even met een assiniet te zoeken. Kan ook niet. Ja. Met een groot gutsje. Die gutjes zijn heel goedkoop. Die kun je zo via internet overal bestellen of bij de hobbywinkels kopen. Kun je zeggen van nou, ik wil het heel mooi hebben. Dan ga je nou, dit is gewoon ruw gedaan. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik druk hem daar een beetje in. En hier een beetje in. Zo. En dan ga je hem netjes bijwerken. Welke spatel heb je ervoor? Hier zo. Aan deze kant. En dan zo langs. Eventuele resten weghalen. Nou, naar deze kant.
Nou, dat wordt verder een beetje bijschuren. Dan gaan we kijken naar de dakpannetjes. Daar gaan we een stukje van doen. En wat meer klei. Zo. Dat doen we eigenlijk op dezelfde manier. Nou, daar moeten dan die nokpannetjes weer op. Ik rol hem even weer uit. Zo. Rollen. Dat is eigenlijk... Je ziet hoe handig zo'n ding toch wel is, hè? Want je gebruikt hem toch steeds. Er zit nu wat klei aan. Nou, even afvegen. Zo. Nou, we gaan dit stukje er even opzetten. Een beetje oppassen waar je pakt, hè, nu. Nou. Wat te veel. Kunnen we ook gewoon erop laten zitten hoor. Zo. Nou, je hebt dus een stukje van het dak. Hè? En dan hoe we hier pannetjes gaan maken. Het is een beetje een lastige plek. Zul je zien, je kunt er vrij moeilijk bij. Dus dan gaan we gebruik maken van als je er moeilijk bij kunt. Van deze spatel weer. We gaan een paar lijntjes trekken zo. Dan kun je dit weer naar beneden drukken. Zo. Nu pak ik een spateltje. Deze. Dan ga ik eerst... deze doen. Zo. Dan hieronder. Nou, het leukste is als je met je spateltje eventjes zo ietsje onder je lei gaat. Dan wordt die vanzelf, komen ze als het ware los te liggen. Oh. Nou, dat moet al van de andere kant af, denk ik. Je moet een kleinere lei bij. Zo. Dus even met je spatel zo eronder. Dan krijg je dat ze een beetje loskomen. Met deze wordt het heel moeilijk. En dan pak ik deze met de dunne punt. Dat is een puntje. Nummer 19. Nee, nummer 20. Nou, dat moet ik nog te lezen met alle klei erin. Nummer 12 of nummer 19. Ik denk 12 wat erop staat. En nou ga je dit doen. Heel netjes in die puntjes. Dan werk je dat allemaal weg. Wil je super gladde leien hebben, dan moet je natuurlijk net zo lang doorgaan tot elke weg is. Maar je kunt dat ook gewoon met schuren doen. Er mag best wat aan zitten, vind ik, wat ruwigs. Moet een beetje oud lijken. Kijk, daar hebben we de volgende. Op die manier komt er wat meer diepte in. Eigenlijk moet je dit doen als de klei al wat aan het drogen is. Als het nat is, dan werkt het wat lastiger. Dus een streepje zetten. Proberen de klei een beetje te wippen. Hè? De leien bedoel ik, zo.
En dan met die dunste punt van spatel 12 ga je proberen om het hoekje van die kleien precies op het lijntje een klein beetje weg te drukken. Want anders liggen ze zo star precies naast elkaar. Dat is de bedoeling niet. En zo ga je de kleien de daken afmaken. Tot zover eventjes dit gedeelte. Dan gaan we kijken wat nog meer moet gebeuren. De nokpannetjes die hierop zitten gaan ook daarop, maar dan in het geheel wat kleiner. We gaan ons nu bezighouden met een raam. En daarvoor gebruik ik even deze, want de andere is nog niet helemaal goed. We hebben dus nu gewerkt aan de muur. We hebben gewerkt aan het dak. We hebben gewerkt aan de schoorsteen. Aan de dakpannen. Dus nu gaan we naar de ramen. Ja, dat is een andere manier dan ik normaal heb gedaan met klei. Dat is namelijk lastiger, gewone klei. Crea, of welke je ook wilt. Dan gebruik ik dus deze. Daarvoor. Dit is een hele andere soort klei. Dat plakt ook veel meer. Het is een beetje schuimig. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar goed, ik neem een stukje. Deze wel weer dicht, want het droogt vrij snel uit. Dus dat doe ik altijd maar in een bakje. IJsbakje in dit geval. Nou. We leggen hem zo weer neer. Let op, dit rolt niet zo eenvoudig als de rest. Maar het is wel makkelijker. Zo. We hebben weer een mooi plat stukje ervoor. Wat ik nou wil laten zien is dit. Wat ik gedaan heb is bij de deuren en bij de ramen een stukje doorzichtig plastic te zetten. Voor de ramen is dat gelijk makkelijk voor als het licht erdoor moet schijnen. En bij je hebt gelijk houvast. Dat is de opzet. Nou, ga kijken hoe groot het ongeveer moet worden. Ik neem hem heel ruim, want hij moet het kozijn ook doen. Dus, nou ja, zo en zo. Nou, dus je doet er een plakt een stukje van het, ja, dat is vaak van verpakkingmateriaal, een beetje stevig plastic. En dan ga ik deze daar opleggen. Omheen een klein beetje bevochtigen. Zo. En nu pak ik een vochtige vinger. En nu ga ik gewoon rustigjes, dus nou je vinger even achter het raam houden, wrijven. En nou zie je al de vorm van het raam aankomen. Het voordeel van deze klei is ook dat hij vrij glad werkt. Nou, dat hebben we alvast. Nou moeten we het raam nog wat duidelijker erin krijgen. Dan gebruik ik weer zo'n platte spatel. Voor. Je kunt het eigenlijk al wel voelen. En je ziet al het raam komen. Zo, hè? Zo doen. Oké. Dit hebben we. Dit grote stuk mag er wel even af, want dat gebruiken we toch niet. Zo. En nu gaan we naar het raam zelf, het binnenwerk eerst. Daarvoor gebruik ik verschillende delen. Ik heb een potlood in vierkantjes gemaakt. Ik heb van een stukje hout ook kleine vierkantjes en driehoekjes gemaakt. Dus als je ze heel klein wil hebben. En volgens mij had ik nog iets. Maar dat kan ik zo niet meer vinden. Dat is altijd zo natuurlijk als je wat hebben moet. Je kunt het ook doen met, dat wil ik wel even laten zien, dat is ook best wel grappig om te zien. Voor
Essent heb je al een heleboel vormpjes die je dan eigenlijk niet gebruikt voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Dat zijn deze dingen. En ook hier zitten vierkantjes in. Zie je? Maar ze even één pakken. Dat is deze. Zie je? Nou, die kun je leuk gebruiken voor bepaalde doeleinden. Ik ga nu eerst sterretjes, alles zit erin, alle vormen. Ik ga nu eventjes eerst kijken, is het een dubbelraam? Ik vind van wel, het moet een dubbelraam worden. Nou, in dat geval pak ik mijn spateltje weer en ga ik gewoon vanuit deze kant kleine beetjes naar het midden toe brengen. En ook vanaf de andere kant. Moet wel allemaal een beetje gelijk blijven. Daar vandaan dit. Een beetje voorzichtig doen. Dan haal ik uit dezelfde klei de middenspijl. Alleen dat moet hij dan mooi van vorm worden. Tevens accentueer ik nu het raam door middel van de spatel even in alle zijkanten te plaatsen. Klein beetje druk uitoefenen. Even wat bij de. Kijk. Nu wil ik dus de raam hebben. Ik gebruik nu de grotere. En dan doe ik er aan elk. Doe ik er twee in. En dan ga ik hem niet precies in het hoekje zetten. Maar ik laat ietsje vrij. Eén. Kan deze ook nog voorzichtig kijken, ja. Oké, dat zou kunnen. Druk ik er één door, tot op het plastic. Die gaat eruit straks. Zie je? Deze druk ik maar een beetje door. Het mooie van deze klei is ook dat het licht erdoor komt. Die twee gaan eruit, dus dan moet ik dat hier ook doen. Dus deze. Dat is een beetje nat maken, want hij is een beetje plakken. Die gaat er ook uit. En deze gaat er ook uit. Deze drukken we een beetje door. Nou, je kunt het natuurlijk ook kleiner maken, dat maakt allemaal niet uit. En dan ga ik met het kleine spateltje, dat kan je ook met een mesje of wat dan ook. Kijk, een mesje. Halen we dus het overtollige eruit. Ik denk dat mijn spateltje makkelijker is. Even hem. Spateltjes zeg ik bij deze dingen, maar het zijn eigenlijk gutjes. Hè? Zo voorzichtig mogelijk, want alles wat je er aan gaat plakken, dat moet je weer glad maken. Nou, ik denk dat ik het pas doe als er wat gedrukt. En dan kan je met een beetje medewerking van de klei het overtollige weghalen. Dan kun je het verschil zien. Wel handig is die klei die, ja, die
komt nog wat naar voren. Dat je eventjes af en toe wat nadrukt in die vakjes die niet echt erdoor moeten. Voilà. Nog een keer proberen met een kleintje. En zo dat straks. Oké, dit was dus het raam. We hebben nog wat klei over. En dat doen we weer gewoon terug in de bak. Dat is wel het verstandigste. Zo. Waar we ons nu mee bezig gaan houden is het maken van de planten. Want bij een huis als dit moet je natuurlijk zorgen dat je ook wel wat beplanting hebt. We hebben nu één raam erin zitten, we hebben hier nog een raam erin zitten. Het moet een klein beetje bijgewerkt worden en een stukje muur natuurlijk. De deuren gaan op dezelfde manier. Die zet je erin, dan kun je een raampje maken ook dan. Vooral als, kijk, dit is nog open, hè, maar als je dan dat plastic erachter hebt, dan kun je hier gemakkelijk ook nog een raampje in een deur maken. Dan kun je nou echt je fantasie op gaan botvieren. De planting doe ik als volgt. Dat wil ik even laten zien. We nemen weer gewone Crea-klei. Dat is vaak heel handig om daarbij te gebruiken. En nu ga ik een stukje doen eerst. Zo. En dan begin ik als het ware heel zo dun als maar een beetje kan. Het kan natuurlijk wel veel dunner, maar in ieder geval is dit wel zo op die manier. En ik begin meestal in een hoek. Nou, kan ik dat hier nog niet zoveel doen, want ik moet ook nog werken aan de ramen. Maar we kunnen wel wat doen. Even kijken, het is droog. Het is ook droog. Ja. Dan druk ik hem erin. Die blijft zitten. Eventjes een klein beetje vochtig maken. En nou wordt het gewoon een kwestie van drukken, hoor. En je fantasie gaan gebruiken. Vorm geven. Hè? Dat is eigenlijk het leukste wat er is. Nou, ik heb hem toch in de hoek gedrukt per ongeluk, dus dan moet hij maar blijven zitten. Zo. Probeer de naden met de muur te dichten. Dat is makkelijk met schilderen. Straks moet je eigenlijk nergens meer verborgen gaatjes hebben. Die kun je allemaal nog dichtmaken met de klei. En hiermee zetten we hem ook gelijk een beetje vast. Zo. Nou, dan heb ik hem al ongeveer een beetje zitten. Maar hij moet natuurlijk veel meer gaan doen. Dus ik wil hem wat leiden het dak op. In dit geval ga ik deze kant op. Zo. Van een gutje, sorry. Dan heb je in driehoeksvorm, zie je dat? Deze. Je hebt ze groot, rond. Dit is een kleinere. Die ga ik gebruiken. Oh, dat zit in de verkeerde bak. Nou. Ik begin bovenin met een spateltje. Want dan kan ik er steeds overheen gaan met de blaadjes die je ongeveer maken wilt. Hè? Ja, laat ik zeggen van de makkelijkste manier, hè, dat is dit. Gewoon de rustigjes indrukken. Kantjes meepikken, want dat zijn. En dan een beetje de richting van de blaadjes aanhouden. Een beetje nat maken. En dan komt hij er vanzelf uit, let maar op. Ook de blaadjes een beetje opwippen. En dan gaat dit eigenlijk nog wel aardig snel. Wil je ze echt mooi hebben, dat heb ik bij andere huizen ook wel gedaan, bij sommigen, dan moet je ze echt blaadje voor blaadje maken. Of je moet het geduld hebben om uit deze klont allemaal blaadjes te snijden, die je dan weer kan opwippen. Te kleien bedoel ik eigenlijk, te modelleren. Hè? En dat is best wel een heel karwei, hoor. En ook een hele kunst.
Kleine dingetjes allemaal. Maar ja, goed. Nou, dat is één. Dan gaan we naar deze. Oké, blijven optillen. Dan staan er vanzelf een beetje vormen van blaadjes. Je ziet dat, als je goed kijkt, zo, dan zie je eigenlijk al de structuur erin zitten van die de stammen, takken. Hier ook, hier, hier, zie je? Nou, zo kun je dus allerlei beplantingen gaan aanbrengen. Als het huis helemaal naar wens is, je kunt kleine plantjes doen. De onderkant doe ik meestal een dun laagje op. Een heel dun laagje, daar kun je dan schilderen en doen en ook tegeltjes inleggen, wat je eigenlijk allemaal maar zelf wil. Zo maak je dit huis. Voor de verf wil ik nog wel even zeggen, gebruik ik eigenlijk gewone, maar wel goede hobby verf, die eigenlijk overal op plakt. Bijvoorbeeld, dit is Decorfin. Even het huis wegzetten. Decorfin. En dan moet je universeel gebruiken. De universele. Want anders krijg je, want die hebben ook glasverf en al dat soort dingen. Dus de Decorfin. Wat ook goed bruikbaar is, dat is de hobbyverf. Allemaal op acrylbasis. En ook deze. Samen met Crea. En met Artista. En zo krijg je, als je nou rustig blijft doorgaan en blijft proberen, uiteindelijk dit huis. De ornamenten zal ik ook nog even laten zien. Die heb ik van andere klei weer gemaakt. Dat zijn deze. Die zitten nu nog gewoon op bakovenpapier. Deze maak ik van, omdat ze heel sterk moeten zijn. En dit is ook heel sterk. Het krimpt ook niet. Dit is twee componenten klei. Epoxyklei is dat. Het is vrij duur. Dus als je zegt van dat wil ik wel een keer hebben. Je bent, als je het via internet bestelt, pakweg €50 kwijt. En dan heb je twee van deze potten. En het enige wat je moet doen bij deze twee, dat is van allebei evenveel nemen. Een balletje. En dat kneed je maar met elkaar. Dan kun je deze vormen eraan geven. Vooral voor het fijne werk is dat heel mooi. Wil je meer zien van de, nou breekt er alleen. Die is toch minder sterk. Dat doet ook een beetje onhandig. Wil je er meer van weten? Kijk dan nog eens goed op de site. Daar kun je alle huizen zien die ik gemaakt heb tot heden toe. En dan kun je daar gewoon lekker met plezier mee aan de gang. www.minivillage.nl